Hey, daar hebben we Mees, die is ook terug. Die komt net bij een klant vandaan om een auto op te halen. Ja, we gaan deze week de bloemetjes weer buiten zetten uiteraard. En super toffe reacties hebben we gehad op de vorige video's. Dus dankjewel daarvoor. En ja, we gaan deze week ook weer mooie dingen doen. We hebben afgelopen week echt een paar mooie auto's ook weer verkocht. Dus dat is super. En ik ga jullie eigenlijk nog wat auto's laten zien. Dat is wel even leuk trouwens. Maar ook wel een mooi verhaal. We hebben nog een auto naar Dubai verkocht. Dus ja, ook die markt, de export, begint ook weer te lopen. En als je ziet, er was natuurlijk door de corona ook best wel rustig. De markten lagen allemaal stil. En nou, langzaam begint nu de vraag ook weer terug te komen. En ik heb er vorige week een hier naar Dubai verkocht. Eigenlijk gewoon met de moderne middelen. Hè, video, WhatsApp, bellen en mailen. En deze Scania met oplegger, die gaat naar de zon. Dus in de winter. Met een goede 20 graden en in de zomer met dik 45 graden. Er komt ook een airco unit op het dak. En ja, ik moet zeggen, zo krijgt elke auto weer zijn eigen bestemming. En voor degene die hem in Dubai gaat gebruiken, is dit de perfecte auto. Wat heb ik verder nog? Ja, ik heb deze trouwens ook binnengekregen. Dit is een 8-paards Renault, een Magnum met een ketterer opbouw. En die auto is van 2010, dus die is net 10 jaar oud. En nog geen 100.000 kilometer gereden. Die gaan we nu helemaal schoonmaken. En ik denk dat we daar, ja, wat zal het zijn, met een dag of twee de foto's van op internet gaan zetten. Dus dat is zeker een auto die we snel gaan verkopen. Want ja, de ideale werkauto eigenlijk voor dagconcoursen, maar ook internationaal. Goede truc eronder en een ketterer opbouw. Dus dat is wel mooi. Maar ik heb ook een snoepje van de week. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Daar is hij hoor, het snoepje van de week. Hij staat hier achter me, deze Volvo FH 540 pk. Jullie horen het goed, 540 pk. Met een duurkluts versnellingsbak. Het is een hele mond vol, maar het is ook echt een hele volle auto. Ik ga jullie wat laten zien van deze auto. We hebben deze verkocht met het chroompakket. Wij noemen dat het designpakket voor de Volvo. FH16 grill zit erop. Vier verstralers, alle chrome lijsten, chrome embleems. Ja, dat maakt hem wel even net een stukje dikker van voor. De auto is van 2018 met 16.000 kilometer. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Hij is net ingereden. En ja, maar kijken wat er opties erop zitten. Grote concourskast aan de buitenzijde met lift, met deur. Kun je zo eruit halen, op concours rij hem naar buiten toe. En een paardengedeelte, die hebben wij voor de klant specifiek ingericht met een kast achterin. Dat is eigenlijk de bijkeuken van de auto. Daar kun je namelijk je jassen, je schoenen en de barbecue spullen allemaal opbergen. En dan alsnog past het, ja, nu is die ingericht voor 3 paarden, maar er passen er dus 6 op. Want er zitten ook de tussenschotten bij voor 6 paarden. Dus deze auto is zowel voor dressuur als voor het springen geschikt. Ja, en een fantastisch interieur zit erin. Deze auto is voorzien van een pop-up en een pop-out. Dus zowel het dak gaat omhoog als dat die uitschuift naar buiten toe. En ja, tijdloos interieur. Ik moet zeggen, het is op dit moment een van de favoriete kleuren, deze kleur bruin. In combinatie met het zwart. Hier de RVS-look panelen in het A-recht, wat hem net even wat meer ophaalt. Ja, en een combi-oven, vloerverwarming. TV, satelliet, grote airco, speciale airco bij het bovenbed, boven de badkamer. Ja, het is echt, echt niet normaal hoe compleet die auto is. Hier kun je gewoon met de hele familie aan eten, aan de tafel. We kunnen hem zelfs nog even uitklappen. Kijk, als je op concours bent, 's ochtends, oven aan, broodje eten. Hier kun je heel Europa mee rond met deze auto. Dus het snoepje van de week. We'll be right back.
Nou, zoals beloofd gaan we nu rijden met de AKX Mercedes Amtos die achter me staat. Ja, topauto. Ik ga jullie er wat meer van laten zien hoe dit concept tot stand is gekomen en wat hier de futures van zijn. We gaan rijden. Nou, we kunnen op pad. Gordeltje om. Spiegelafstelling bij de Mercedes is ook top, moet ik zeggen. Mooi overzicht, goede grote dode hoekspiegels, camera op het dashboard. Dus we hebben alles in de gaten. Daar gaan we. Nou, wat je kan merken met een driassen waar we nu mee op pad zijn, dit is echt een stabiele auto. Doordat die derde as erachter zit, die meestuurt trouwens, dat is eigenlijk bijna standaard op alle driassers, heb je heel veel comfort en stabiliteit. Dus zoals wij bij ons rijden we net de inrit uit en dan zie je gelijk dat die stabiliseert. Dus dat rijdt erg comfortabel. Hey, daar hebben we Mees, die is ook terug. Die komt net bij een klant vandaan om een auto op te halen. Het is altijd mooi als je je eigen auto's tegenkomt. Zo, dan gaan we eens even kijken wat voor een klasbak dit is. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een AKX, een STX of een Ketterer? Heel veel klanten vragen altijd mij van ja, maar wat is nou het verschil en het komt uit dezelfde groep? Of, nou, dat klopt, maar er zit wel degelijk verschil tussen alle productgroepen. En de auto die we nu bij ons hebben is de AKX. Het AKX model is eigenlijk altijd gebaseerd op een Mercedes Antos of een Mercedes Actros. Dus we hebben hem zowel met een lage cabine als met een hoge cabine. De opbouw is van sandwich geïsoleerd paneel. Dat is een groot verschil ten opzichte van de STX, want die hebben allemaal aluminium planken. En daarbij is deze auto eigenlijk alleen maar uitgevoerd in drie smaken qua kleuren. En sowieso qua interieur hebben we drie smaken. Dus dat betekent dat deze auto kunnen we wat gunstiger aanbieden, doordat alles gestandardiseerd is bij deze auto. Desalniettemin moet ik zeggen, is het uiterlijk fantastisch, want als je ziet de kleurencombinatie zwart met zilver en voor deze klant hebben we toen nog Alcoa velgen eronder gemonteerd, ja, heb je echt een fantastische verschijning. Zo, de pop-out is naar buiten. Ja, dan kunnen wij hier gaan zitten. Een ruime pop-out heeft zo'n AKX. Dat is ook het voordeel trouwens van een smalle cabine, waardoor je meer livingruimte en paardengedeelte kan creëren. Daar zijn in Nederland natuurlijk regels voor wat betreft de verhouding van de living ten opzichte van de laadruimte. Deze AKX heeft in de basis een hele complete auto. Dat betekent je hebt een magnetron, je hebt een tv met satelliet, een kookplaat, badkamer met douche en toilet. Eigenlijk zit alles erop en eraan. Wat er niet is, is een generator en een concourskast aan de buitenkant met lift. Die is voorbehouden voor de STX modellen en de Ketterer modellen. Maar daarmee onderscheidt hij zich ook. Deze auto is zo gemaakt dat hij praktisch ingericht is. Dat hij zowel internationaal als nationaal goed te gebruiken is op concours. En daarbij met de hele familie ook op pad kan worden gegaan. De coronatijd betekent ook hygiëne en speciale maatregelen, 1,5 meter samenleving. Ook in de paardenwereld moeten we daar natuurlijk rekening mee houden. En daar hebben wij de ideale oplossing voor die ik jullie in de volgende video ga laten zien. Vergeet uiteraard niet om te abonneren op ons YouTube kanaal.